We gaan we eindelijk zien dit weekend de strijd tussen Verstappen en Hamilton? Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Het zou een epische strijd zijn op spa van Max en Lewis. Yeah. Het gaat dit weekend om de Grand Prix van België. Sam Kala en Xavier Maasen praten hierbij in Pitlane. Spa is een klassieker op de Formule 1-kalender sinds jaar en dag, en ook sinds jaar en dag bij de coureurs een favoriet circuit. Waarom? Waarom valt hij zo in smaak? Ja, het is voor mij natuurlijk al gewoon een van mijn thuiscircuits, Kan ik wel, kan ik wel zeggen. Maar eigenlijk voor iedere coureur in de hele wereld is Spa een favoriet. Het komt door de lengte van het circuit. Normaal is het circuit vier en kilometer. Dit is 7 kilometer, en natuurlijk door die fantastische hoogteverschillen dwars door de Ardennen. Ja, dat maakt het gewoon. Wat het is, een favoriet voor iedereen. En als het een thuisreis is, is ook nog met gevulde tribunes. Je zegt het al, um, je hebt er vaak gereden. Welk gevoel roept het nou bij jou op dat arena Circuit? Ja, het is zo mooi om er te rijden, om roes Rouge naar boven te rijden, eh, om het maximale uit een rondje te halen. Om een kwalificatie, een ronde te rijden op Spa die nagenoeg perfect is. Dat is zo moeilijk, maar het is zo mooi om op die baan het maximale eruit eh, te trekken. Dat krijg je op een andere baan toch niet hetzelfde mee zoals op, deze, op dit circuit. Nou, daar denken dus veel coureurs er zo over. Laten we maar eens een rondje gaan maken op de circuit. Laten we maar eens gaan kijken hoe die layout eruit ziet. Dik 7 kilometer is lang, dus minder rondes dan gebruikelijk in de Formule 1 gaan we rijden. Um, een circuit met twee DRS-zones ook, dus gelegenheid om in te halen. Maar er zijn ook tig andere punten waar je van tevoren moet opletten. En eigenlijk die allereerste bocht, La Source, dat is meteen een cruciale. Ja, zeker. Uh, La Source is... Ten eerste, al bij de start, heel erg belangrijk. Daar gaat het al heel vaak mis. Dat hebben we vorig jaar wel gezien bij, bij Max helaas. Uh, maar daar gaat het vaak mis. We hebben er al heel veel auto's zien rondvliegen. Uh, maar het is ook een hele belangrijke bocht in de kwalificatie en in de wedstrijd om daar goed uit te komen. Dat dat lange rechte stuk enorm lang is. Met een Mijn auto is Rouge plankgas. Dus vanaf La Source tot aan Le Combe is gewoon plankgas. Dus hoe eerder je daar goed die bocht uitkomt, hoe meer tijd je wint. De exit is dus cruciaal op dat punt van het circuit. Op wel meer punten, maar hier helemaal. Want je zegt het al: heel lang vol gas daarna, maar wel met een, ja, een bochtje daartussen, wat bij veel mensen wel in de smaak valt. Oroes. Waarom is hij nou zo indrukwekkend? Nou ja, het is, het is echt een enorm steile bocht en hij gaat enorm stijl omhoog. Dus al wil je naar boven lopen, moet je echt bijna klauteren. Dus ook als je met de auto naar boven rijdt, je rijdt gewoon voor je gevoel bijna de hemel in. Je ziet alleen nog maar een paar boomtoppen en je ziet, en je ziet de hemel, maar je ziet niks meer van het circuit. Dus je gaat blind naar boven. Uh, en zo, die bocht is nog meer een uitdaging als die niet vol gas is. Met een formele auto is die dat helaas wel redelijk makkelijk door de hoeveelheid downforce. Maar ja, als die met een GT... Auto en je moet echt even onderremmen en dan naar boven. Ja, de mooiste bocht ter wereld, absoluut. Nou, we gaan het weer zien ook vrij in beeld gebracht, hier bijvoorbeeld, die bocht. Um, dan komt het stuk waar normaal gesproken, met publiek, een oranje menigte zit, van hier tot Tokio, zou ik bijna zeggen. Heel veel uh, verstappen fans op de tribunes. Die zien dan die auto's langs razen. Dan komen in het middengedeelte van het circuit. En dat is heel technisch. Bijvoorbeeld hier die dubbele linker, Poerron. Ja, het is het. je ziet, het team altijd een beetje een verschil maken in hun, in hun strategie, in hun setup. tussen meer. Uh, downforce hebben en heel snel zijn in sector 2, wat we vaak bij Verstappen zien, die heel goed is in sector 2. En zeker in die dubbele linker hier, die enorm veel g-krachten trekt. Misschien een van de moeilijkste bochten wel uh, op, op spa in een Formule 1 auto. Of ze kiezen voor de lange rechte stukken, sector 1 en sector 3, om daar snel te zijn. Maar ja, sector 2 is wel het mooiste stuk en zeker met een Formule 1 auto. Hier worden echt uh, die nekspieren uh, ja, getest. Veel verschil dus, veel variatie in het circuit, ook met andere woorden. laatste sector, dat is dan weer heel veel vol gas. Dat zien we hier. En die sector eindigt met de busstopchicanen. En dan denk ik, de busstopchicane vind ik een hele rare naam, persoonlijk. Ja, hij ziet er ook niet meer uit als een busstop. Maar vroeger was inderdaad waar ik het al over had, sector 1 en sector 3 was gewoon openbare weg. Dus het hele stuk terug uh, richting uh, het start-finish was de openbare weg. En daar was inderdaad letterlijk een busstop, waar je dus ook een dubbele chicane hadden gemaakt. Daar ging je vanaf de openbare weg links-rechts bij de busstop. We stoppen dan niet. En weer vervolgens rechts-links weer terug. De openbare weg op na start-finish. Ze hebben die helaas veranderd. Uh, natuurlijk, het is een permanent circuit geworden: geen openbare weg meer. Maar ook helaas geen echte busstop meer. Nee, het is allemaal veranderd. Um, wat ook veranderd is afgelopen week is de formule 1 kalender voor de rest van het seizoen. Vier races erbij, Turkije, twee keer Bahrein en Abu Dhabi. Is het een voordeel? En zo ja, voor. Ja, ik denk voor Max absoluut een voordeel. Hij loopt natuurlijk achter in de punten. Dus hoe meer wedstrijden zijn, hoe meer kans hij heeft om in te lopen op Lewis Hamilton. Dus uh, fantastisch. Turkije ook echt een mega mooi circuit. Dus heel gaaf dat die terug is op de kalender. En Bahrein wordt ook spannend. Twee verschillende circuitlayouts die ze gaan proberen. Dus uh, ik ben heel benieuwd. De afgelopen races was het de banden die vaak de scherprechter waren. Kees van de Grint, dat is wel een expert op bandengebied. Voor de mensen die hem niet kennen, wie is Kees? Nou, Kees is eigenlijk bekend geworden in Nederland toen hij de bandeman was van Michael Schumacher in de Formule 1. Hij is jarenlang al werkzaam voor Bridgestone, zowel in de karting als in Le Mans. Maar ook toen Bridgestone de Formule 1 in kwam. En Michael Schumacher heeft Kees echt naar zich toe getrokken om voor hem de banden te verzorgen op zijn Ferrari. Toen hij alle wereldtitels naar binnen heeft gehaald. Heel veel wereldtitels gepakt samen. Voor ons reden om hem eens een keer op te zoeken. Want hij heeft zo zijn perspectieven op de rest van dit seizoen. Als je nou Hamel te nemen, dat is natuurlijk geen dom hoor. Nee. En Verstappen is geen, uh, uh, geen tovenaar. Uh, maar op een gegeven moment zijn de omstandigheden die passen meer. Bij jouw stijl, bij, ook bij zijn, in dit geval bij, bij zijn auto. De belasting van een, door de, van een Red Bull op die banden is minder dan van een Mercedes. Nou, alles bij elkaar maakt dan dat jouw plaatje klopt. En bij Hamilton klopte dat niet. Vervolgvraag: wat kunnen we komend weekend op Spa verwachten? Normaal gesproken is daar Mercedes weer snel. Die hebben nog net dat beetje extra. Maar ik denk in de race dat Spa. Ja, afgezien van het weer even, maar we praten nu even over een droge race. Ja, dan denk ik dat die banden eh, een belangrijke rol gaan spelen. En, eh, en ik zie daar ook eh, grote voordelen of kansen voor Verstappen. Hoe meer op de limiet, hè, tot het marginaal is of die banden het halen, dat is meer in het voordeel van Red Bull Verstappen. Ja. Ik weet nu wat op Spa Pirelli meebrengt. Ja. Nou, en dan zeg ik, daar gaat het talent van Verstappen een rol spelen. Want ik denk dat Pirelli een marginale keus gemaakt heeft. Nou, en dan komt het talent van Verstappen tot uiting. Zie je het gebeuren? Een zege voor Verstappen op Spa. Ja, het is zeker wat, wat Kees zegt is waar. We hebben dezelfde bandenkeuze als dat we de tweede wedstrijd in Silverstone hebben gezien, toen Max dus won. Weliswaar liggen de bandenspanningen, de verplichte bandenspanningen, ietsjes lager. Dat is weer een ietsjes meer in het voordeel van Mercedes. En Mercedes is net als Lewis, zoals hij al zei, geen domoren. Die leren heel snel, dat hebben we al gezien in Spanje. Maar die gaan natuurlijk zoiets wat in, in Silverstone is gebeurd, niet twee keer laten gebeuren. Maar het kan wel een hele mooie strijd gaan worden. Vorig jaar was het ook niet Mercedes wat won, of Spa, was het Ferrari. Ja, daarvoor ook. Vorig jaar de eerste zegen van Charles Leclerc, op dit circuit. Um, moeten we daar nog rekening mee houden, of is dat wel uitgesloten? Nee, ik denk dat dat echt uitgesloten is. Die hadden vorig jaar natuurlijk op dat moment hun motoren zo opgeschroefd. God weet wat ze exact gedaan hebben. Maar het is duidelijk dat Ferrari gewoon niet bij de les is en zeker niet capabel is om te gaan winnen op het circuit van Spa. Dus het is echt wel Mercedes versus Max Verstappen. Jouw ja, top drie, dit weekend, wat denk je? Nou, ik uh, wil er toch wel aangaan om, om Max die overwinning uh, te, laten, te laten pakken. En uh, laten we Bottas op twee uh, zetten. En uh, Pierre Gasly op drie of zo. Iets geks. Dat zou wel heel gek zijn. Ja, ja in de regen, misschien nog tussendoor. Safety cars. Het wordt een fantastische wedstrijd. Spanning en spektakel dus. Xavier, bedankt voor je analyse. We gaan het zien dit weekend. Bedankt voor je komst. Um, ga goed kijken dit weekend. We gaan kijken naar die kopie van België. Ik wens u ook alvast heel veel plezier met die race. Yeah. Dit was PitLane voor vandaag. Volg ons op alle L1-kanalen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.